Welkom iedereen bij nu de Star Cup. En kijk, je wilt toch variatie hier. Sorry. Dit is zo passief-agressief, hè? Ja, mooi. Oh, lekker dat de tekens ook in beeld blijven hangen. Oh, gelukkig. Nee, ze verdwijnen na verloop van tijd. Mooi. Ja, Mario gaat het beter, of niet? Nou, nee. Het stuurt even kut. Ik probeer me op te pakken, maar ik heb er niet. Of als ik een munt oppak, dan sta ik alweer, ben ik alweer op plek gezakt, zoals nu. Ja, oké, maar dan heeft het niks te maken met kerk. Dan betekent gewoon dat deze geen rook is. Dat is een understatement van je welste. Zo. Ik weet nog wel, dit level op Mario Kart DS, als je het goed deed, in mirror mode, of in 157 mirror mode, kon je deze race in 1 minuut fixen. Ja, oké, dat zie ik me nou niet doen. Nou ja, 1.15 denk ik bij ons. Ja, zoiets. Gok ik. Final lap, ja. Nou, nee, dat wordt dus 1.25. Oh ja, tuurlijk, nu ben ik uitgespind. Oké, net geen 1.20. Kom op, 1.25. Nee. Tas. Je moet het doen met 1.26. Ja, mooi. 5 laps, het staat ook echt nergens op. Nee. Ik weet ook niet wie dit heeft verzonnen. Ik wou het zeggen, welke Henk heeft dit bedacht? Maar ja, Westbroek. Je hebt 5 laps en 5 circuits. 25 rondjes. Oh, weer een chocolade. Nou, ik heb nu al borstende koppijn. Ja. Moet je nagaan als dit met Mario Kart 8 Deluxe het geval was geweest. Met hoeveelheid cups die ze nu hebben en dan 5 laps, 5 circuits. Ja, ja. Dat tikt dan wel aan. Je kan niet eens snipen in deze game. Onthoud, het is een SNES game, hè. Iets meer minder vertrouwen in de game hebben. Minder vertrouwen ook gewoon. Ja. Ja hoor, Peach. Fuck off. Oké. Nou, het ging niet helemaal goed, want ik knalde net tegen met mijn mushroom tegen DK aan. Dus allemaal momentum was meteen flut weg. Wat ik dus ook annoying vind, is dat je tegen wie je ook aanraakt, is je altijd munten verliest, maar hun nooit aan jou. Nee. Ja hoor, Peach. Dat is gewoon, dat noemen we gewoon oneerlijke SNES AI. Oké. Maar is het wel iets beter, ja. Nou, dat is mooi. Oké, laatste stukje. Final of lap 4? Ja, final. De focus is aan. Ja, focus is inderdaad aan, maar ja, het is ook zo voor mij van echt 5 laps. Ik snap ook wel, want anders, laten we ze voor het gemak zeggen dat iedere circuit ongeveer 2 minuten is. 5 laps. Dat is 120. Nou ja, dan zou je 24 seconden zijn. Dan zouden we bijna iedere goede race, yeah, tussen haakjes, zou je met binnen een minuut klaar zijn. Gaat. Ja, dus ik snap waarom ze 5 laps doen. Slaat nergens op. Maar slaat helemaal nergens op. Sky Garden. Nee, niet. Zou wat zijn. Oké, ik moet even opkomen. Eén moment. 6 uur later. Oké, ik sta voorop. Zo, ik zie geen klote, man. Ik zie geen fuck. Waar de fuck? Nee, ik zie een wak en dat is het waar ik het mee moet doen. Godverdomme. Rest, ja, ik zie ook bar weinig op dit stuk.
Ik heb nu zo wat geen geld meer. Lekker. En ik krijg ook coins toegeworpen van de game. Ja, noemen we pity coins. Nou, ben je blij. Oké. Okay. Even kijken, waar kunnen we nog langs? Oké, okay, dat is... Oké, okay, er zijn wat soort van ijspegels op de grond, hè? Ja. Waar ik al 10.000 keer tegenaan ben gereden. Ja. Ik lanceer een green shell. Ja. Nou ja, die ijspegels kan je niet zien. Die zie je pas wanneer je dus wat oprijdt. Ja. Nou ja, wat gebeurt met mijn green shell? Ja, sorry, we tellen het niet mee, dus recht in je gezicht. Dus ja, daardoor ben ik vierde geworden. Nee, in ieder geval vierde. Dan hoef je in ieder geval deze scheidmap niet opnieuw te doen. Nee, klopt. En dan zou ik zo van, kijk eens even, lap 2 was onder de 14 seconden. En toen ging het bergafwaarts. Jezus. Toen ging het heel snel bergafwaarts. Nou, ronde 4. Laat... Waarschijnlijk weer Bowser, of niet? Oh, for fuck's sake. Mooie variatie. Dit is echt gewoon passief-agressief als we gewoon zeggen van, oké, weet je wat, de ballen. Van elke kant op geduwd. Ja. Je zou zeggen, heavy character, geen probleem, maar... Toch wel. Oh mijn god, dan raak ik mezelf in mijn eigen shell. Ja, dat probleem ken ik. Ik heb niet eens coins. Nee, ik heb wel coins, maar niet echt vaart of tempo erin. Oké, okay, tenminste vierde. Nu naar voren. Godverdomme. Hup. Kom op. Hup, 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 hup. Ja. Dat is tweede. Derde. Nee, Yoshi, dat krijg je niet voor elkaar. Vierde. Wat een gezeik. Ja. Dit is ook mijn minst favoriete tot nu toe. Want je hebt ook letterlijk geen enkele ruimte om dingen te doen in deze. Ik ga alleen maar tegen een muur aan. Ja, herkenbaar. Sorry. Probleem. Ja, het is geen co-op, hè, dus ik word ook gewoon geraakt. Jezus. Zo. Oeh. Net nog eerst te kunnen scoren. Lekker, 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 lekker bezig. Scheelde niet heel veel. Zo. Wat een gezeik. Ja, dit was echt een drama. Holy shit. Ik heb gewoon koppijn. Echt niet te filmen. Mm-hmm. Jezus. Belangrijkste les hadden we hieruit. SNES moet je spelen met bril op. Nou, gewoon met niks op je hoofd. Dat is beter. Ja. Oh, heerlijk. Variatie. What else is nieuw? Ja. Je hebt gewoon een level up gekregen. Yay. Verdiend? Nee. Do I care? Nee. Oké, nou.
Ja, jij wisselt iedere keer van characters. Dus van, oh ja, nu ben je Mario, dus ik moet even oppassen. Oh, nou joh, dan rij je me maar een god. Zo. Huppakee. Zo. Ging je goed? Nee. Ja, oké, was te merken. Zo. Lap 3. Jezus. Natuurlijk, net geen item. Dit is gewoon Mario Circuit, of niet? Oh ja, dat is Mario Circuit dit. Zo. Lap 4 pas, jezus. Ja, dit is een grote ronde. Zo. Oké, okay, ik sta vierde. Oh, lekker. Ja, ik werd of geraakt door mijn eigen shell of door iets van Peach. Dus lekker. Ik moet even weer vaat maken. En een banaan gaat me dat denk ik niet mee helpen. Nee. Donkey Kong, fuck off. Ik heb heel de race eerste gestaan. Optieven. Dank u. Derde. Prima. Helemaal goed. Helemaal Gucci. Ja, zoveel scheelt het niet. Ik kan zeggen, het scheelt een seconde en een paar honderdste. Oh, ik was even... Nee, nog steeds derde. Nou mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Laat eens. Okay.